Mijn naam is Astrid Buys. Ik ben rector van het Picasso Lyceum in Zoetermeer en ik ga vandaag praten met jullie over flexibilisering van het onderwijs. Flexibilisering is een onderwerp wat ons allemaal ontzettend bezighoudt in deze tijden van corona en ook van een tweede lockdown. En dat geldt voor onze school niet anders. Het is een onderwerp wat eigenlijk niet is, waar we niet mee begonnen zijn na te denken op het moment dat de scholen dichtgingen. Het was een onderwerp waar we al veel langer over na hebben gedacht. Flexibilisering heeft namelijk heel veel te maken met onze visie op onderwijs. En het begon dan ook met de visie op onderwijs. En die gaat uit van een leerling die in staat is om zichzelf te veranderen en zichzelf te leren leren in een snel veranderende wereld. Die wereld die is eigenlijk nooit sneller veranderd dan in de afgelopen jaar, mag ik wel zeggen. En dus is dit onderdeel ook steeds belangrijker geworden, ook bij ons op school. Wij vinden dat leerlingen, zoals iedere school, veel moeten leren op school. Dat betekent veel kennis, maar het betekent ook dat leerlingen moeten leren hoe ze moeten leren. Want hoe je leert maakt ook dat je jezelf goed kan aanpassen aan de omstandigheden die je ook snel veranderen. Dus dat vinden we ontzettend belangrijk en daar besteden we ook heel veel aandacht aan. Sommige leerlingen die kunnen dat al heel goed, die zijn heel goed in plannen, die kunnen zichzelf al monitoren, die kunnen zichzelf ook op gang brengen en zichzelf motiveren. En die hebben ook heel veel zelfvertrouwen en die hebben ook het idee dat ze dat wel kunnen. Andere leerlingen die moeten dat nog een beetje leren. En dat betekent dat de ene leerling, dat je die al heel veel verantwoordelijkheid kan geven en dat hij al heel veel zelf kan doen. En dat de andere leerling daar nog wat meer moeite mee heeft en wat meer ondersteuning nodig heeft. Dat noemen wij onderwijs op maat. En wij begeleiden leerlingen dus ook op maat. De ene leerling krijgt wat meer ruimte voor eigen inbreng en de andere leerling heeft nog wat meer de hulp van de docent nodig. Dat was eigenlijk al zoals we er altijd over dachten. En dat is niet veranderd in de periode waarin de scholen voor de eerste keer dicht moesten. Dus dat idee waarin een leerling aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling stond, dat was een heel belangrijk idee voor ons. En dat hebben we ook gebruikt. En de dingen die we al deden, we werkten al aan hoe leerlingen moesten leren. Dat deden we bijvoorbeeld door samen de dag te starten, te plannen, te kijken wat er moest gebeuren. We werkten al met leerdoelen, we waren minder afhankelijk van methodes. Leerlingen beschikten al over computers. Leerlingen werden ook gecoacht door een eigen coach. Iedere week krijgen ze bij ons sowieso in de onderbouw vorig jaar al een coach die die iedere week met ze praatte, die hen hielp. Die ze hielp met nadenken over hoe ze moesten plannen, hoe ze hun eigen leerproces konden bewaken. Dat hadden we allemaal al. We hadden al een rooster waarbij we probeerden te werken met meer keuzemogelijkheden. Leerlingen bij ons kunnen kiezen voor een vak op een bepaald niveau. En die keuze kunnen ze eigenlijk gedurende het jaar steeds maken. En daar begeleiden we ze ook bij. Dus ook die keuzes maken, dat is iets wat bij ons in het onderwijs al zat. We werkten al met ontwikkelgesprekken waarin ouders ook werden gevraagd om mee te helpen en mee na te denken over het leerproces van hun kinderen. En al die elementen hebben we gebruikt tijdens de eerste lockdown. Daar hebben we veel van geleerd, die hebben we gewoon doorgezet. We begonnen aanvankelijk met lessen van 45 minuten, maar we merkten eigenlijk al snel dat dat niet de juiste manier was om het leren van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. We hebben daarmee geëxperimenteerd en we hebben gemerkt dat het handiger is om te werken met lessen van 30 minuten en soms ook met lessen van 60 minuten. Dat heeft ook zijn invloed gehad op het onderwijs wat we na de eerste lockdown hebben georganiseerd voor onze leerlingen. We hebben ook gemerkt dat we leerlingen en ouders moesten helpen bij wat we van ze verwachten tijdens het thuisonderwijs, zoals we dat noemen. We hebben een handleiding geschreven waarin precies stond wat de regels waren, wat we ook aan inbreng verwachten, bijvoorbeeld van ouders. Ouders moesten iedere week een feedback geven op het leren van hun leerling. Waar de docent wat meer op afstand stond, hadden we nu toch grip op het leerproces van die kinderen en wisten we beter wat er met die kinderen thuis gebeurde.
Onze docenten gaven aan dat we eigenlijk soms wel meer wisten van die leerlingen dan dat we voorheen wisten, omdat ze zoveel zagen uit de thuissituatie van de kinderen. Ouders schoven vaak aan tijdens het wekelijkse coachgesprek, maar je zag ook veel van wat zich in de huiskamer gebeurde, waar de kinderen vaak zaten. Ze hebben daar veel van geleerd en we zien nu ook, nu we wederom in een lockdown zitten, dat we dat hebben kunnen gebruiken. Die ervaringen hebben we weer ingezet en we werken nu met nog meer flexibiliteit. Want 's morgens hebben we een verkort rooster met lessen van 30 minuten. En in de middag krijgen leerlingen keuzemogelijkheden. We zien dus dat het belangrijk is dat ze zelf ook keuzes mogen maken waar ze extra hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Dat vraagt ook veel van onze organisatie. We hadden al veel op zijn plaats, hè, veel zaken waar we gebruik van konden maken. Maar we waren vorig jaar ook gelukkig begonnen met een nieuw roosterprogramma, een schedule, waarin ook een module mix zit, waarmee leerlingen zelf lessen in kunnen plannen. Dat is iets wat meer roosterprogramma's kunnen. Maar wat we nu ook kunnen, is dat leerlingen aangeven aan welke leerdoelen ze willen werken. En ook dat docenten dat kunnen aangeven. Dus we kunnen het programma steeds flexibeler maken. En het onderwijs wordt ook steeds meer op maat. En wat wij eigenlijk merken op deze school is dat wij al zaten in de ontwikkeling van een school waarin we van methodegericht naar meer leerlinggericht onderwijs wilden. En we zien dat deze twee periodes van lockdown onze ontwikkeling alleen maar versneld hebben. En we zien dat we steeds beter worden in de dingen die we doen en dat we ook steeds helderder voor ogen hebben hoe we het kunnen doen. Dus ook al is het heel jammer en heel vervelend dat we elkaar niet dagelijks kunnen zien en dat docenten en leerlingen ook nu weer noodgedwongen wat meer afstand tot elkaar hebben, we zien ook dat het ontzettend veel oplevert en dat we er heel veel van leren. En waar de leerlingen leren door soms fouten te maken en die weer te herstellen, zien we dat we dat zelf ook doen. De zaken waar we nog over nadenken op dit moment is het keuzeprogramma in het middag. Hoeveel leerlingen kunnen in zo'n leseenheid, in zo'n les, samen zitten? En op welke manier doen we dat dan? En hoe zorgen we dat die docenten ook interactief met die leerlingen aan de gang zijn? En hoe voorkomen we dat het alleen instructies zijn die gegeven worden? Hoe gaan we dat keuzeproces verder vormgeven? Hoe gaan we het roosterprogramma daar op een goede manier voor inzetten? Dat zijn allemaal vragen waar we nu op dit moment aan werken en waar we ontzettend veel ervaring mee opdoen. En die ongetwijfeld ook weer heel veel gaan opleveren voor de manier waarop we straks ook weer verbeteringen aan gaan brengen in ons onderwijsproces. Het Picasso Lyceum is een school waar we het belangrijk vinden dat leerlingen heel veel leren. Maar we vinden het ook belangrijk om zelf veel te leren. En ook steeds ons onderwijs te verbeteren, zodat we ook goed in kunnen spelen op de veranderingen die zich voordoen in de maatschappij. En ik denk dat deze situatie waar we ons nu in bevinden daar een heel goed voorbeeld van is.